Door toename van de grote schepen en de efficiëntie in de binnenvaart varen veel schepen tegenwoordig 24 uur per dag, 7 dagen per week. Is de sector erg veranderd? Ja, snelheid. Ja, alles draait om snelheid. Vroeger was het gezelliger. Lag je wel eens meer stil met laden en met lossen. En er waren er meer vrouwen aan boord. En dan deed je meer met elkaar. Buurten eigenlijk. Ja, dat was toch anders als tegenwoordig eigenlijk. En dan zou ik voor Kees even eten klaarmaken dan. Huh? Maar Kees komt niet beneden eten? Nee, nou niet. Nee. Hij wil, hij zei anders wordt hij helemaal laat. Annie van den Berg is 65 jaar en vaart tegenwoordig nog maar de helft van de maand mee. Dankjewel, wat overweg. Ja, nu ben ik 14 dagen thuis. Maar mis je Kees dan niet? Ja, dat was in het begin echt wennen. En daarom ga ik nu nog graag toch 14 dagen mee. Ook Kees van den Berg houdt van het varen, maar zou nu die 65 is ook graag wat minder werken. Maar er is niet genoeg personeel. En er zijn al helemaal geen schippers die het schip van den Berg willen overnemen. De scheepvaart wordt verhoudingsgewijs heel veel verdiend. Er zijn jonge kapteins in de binnenvaart tussen de 25 en 30 jaar. Die gaan met 3000 tot 3500 euro netto in de maand naar huis. Op één verband, daar werken dus totaal 7 à 8 man. Waarvan de helft thuis is en de helft aan boord. De matrozen, dat zijn dus buitenlanders, zijn Tsjechen. En die zijn 3 weken aan boord en gaan 3 weken naar huis. Dat wisselt. En onder de Hollandse bemanning zijn 2 weken aan boord en 2 weken naar huis. Maar waarom vaar je dan met Tsjechen in plaats van Nederlanders? Omdat in Nederland is gewoon een krapte van jongens om die te krijgen. Er zijn dus wel een hoop die ermee beginnen, maar later toch afhaken vanwege toch omdat het tegenvalt. Het sociale leven is natuurlijk anders. Het weekend ben je niet meer thuis. En er is natuurlijk elders ook ontzettend veel werk. Iedereen die roept om mensen. Iedereen kan kiezen. Je kan kiezen. Waar ga ik werken? Dat is een goede arbeid. We hebben hier doppel geld wie in mijn arbeid in mijn Tsjechische Republiek. Ik heb een kleine zoon, 10 jaar oud, en daar is met mijn vriendin. Hier is een goede perspectief. Hier is de volgende mogelijkheid om zijn kapitaan of stormman te krijgen. Hier is carrière. In Tsjechisch is geen carrière.